En campagne wordt al voorbereid. De campagnestrategie wordt uitgewerkt. De verschillende commissies zijn al bezig in de partij. En volgend jaar, 75 jaartjes jong, dan begint die zware motor te gaan naar 25 mei 2025. En we gaan dat doen op basis van een nieuwe kieswet. We gaan dat doen op basis van een nieuw kiesstelsel. En de VAP is een voorstander van een rechtvaardig kiesstelsel. De VAP is een voorstander van one man, one vote. De VAP is een voorstander van het besluit van het constitutioneel hof. En de VAP zal meewerken aan een kiesstelsel dat niet alleen voor één politieke partij belangrijk moet zijn. De VAP gaat geen kiesstelsel of kiessysteem zoeken wat voor de VAP belangrijk zal zijn. De VAP zal een kiesstelsel, een kiessysteem en kieswet goedkeuren wat in het belang zal zijn van de natie Suriname. Daarvoor gaan we. En als het goed ligt, wil ik deze maand nog het verslag krijgen van de voorzitter van de commissie, de raadslid Paul. Inmiddels zijn er zoveel overlegmomenten al gaande in de Nationale Assemblée en buiten met heel wat sociale, maatschappelijke en politieke organisaties. Goed, die boys horen moet komen. Surinamers moeten vechten voor een goed kiesstelsel en kiessysteem. Een rechtvaardig kiesstelsel en kiessysteem. En die bonuswaarde moet komen. En ik zie gelukkig heel wat discussies gevoerd worden. Onze strategie is dat uiterlijk medio dit jaar al behandeld moet zijn. Uiterlijk medio dit jaar. Omdat we goede voorbereiding nodig hebben na die verkiezing van 25 mei 2025.